Meneer Zelstra, was het slim om te liegen? Uh, nee, dat was gewoon uh, dom. En uh, dat spijt me ook. Waarom deed u het dan? De gebeurtenissen uh, waar de president van Rusland, de heer Poetin, uitspraken deed over uh, Oekraïne, over de Krim, over uh, Baltische Staten, waren van groot geopolitiek belang. We zien dat nu nog. Er is gewoon een oorlog gaande in Oost-Oekraïne, de annexatie van de Krim. Ik vond dat ik naar de buiten moest brengen. Uh, maar ik heb op een uh, domme wijze mijn bron willen uh, uh, beschermen. Ja, en dan uh, krijg je dit. Hoeveel bronnen had u voor dat verhaal? Uh, het gesprek is uh, 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 tussen een aantal personen geweest. En degene die daarbij aanwezig was, uh, die heeft het mij verteld. Dat is één bron. Ja, als er niet meer uh, mensen aan tafel zitten, kan je ook niet meer dan één bron hebben. En vindt u dat dan niet gevaarlijk om op basis van één bron zo'n verhaal naar buiten te brengen? Als de persoon die daar aan tafel zit geloofwaardig daar aan tafel kan hebben gezeten. Uh, uh, dan moet je daarop af uh, kunnen gaan. Uh, dat ben ik gegaan. Uh, gezien het grote geopolitieke belang van uh, de uitspraken van uh, president Poetin, uh, uh, vond ik dat het naar buiten gebracht moest worden. De manier waarop ik dat gedaan heb, is uh, gewoon heel dom geweest en uh, had ik ook niet moeten doen.